Tot morgen. Slaap lekker. Joejoe. In mijn serie hashtag adulting neem ik jullie mee in het volwassen worden en uit huis gaan. Oké, ik heb net een gesprekje gehad bij Pathé en ik mag er nog een jaartje werken, dus dat is helemaal fijn. Nu ben ik in Casa, een hele leuke winkel. En ik zie deze, ik dacht wat cute, daar kan ik misschien mijn sieraden op hangen. Maar het is gewoon voor cups, voor koffie. Dat is top. Dus ik denk, hij is ook in het zwart, maar ik denk dat ik hem in het groen doe. Ik heb best wel veel wit en zwart zo meteen, dus dit is wel leuk denk ik. Dat is echt top. Ook in normaal, dat is ook leuk. Maar ik had al blaadjes en zo staan, dus misschien is dit ook wel leuk. Deze is zwart, roemgroen. Zo lame hoe excited ik hiervan word. Ik was eigenlijk heel graag een kast kopen voor mijn etenspullen en voor mijn borden en misschien een plantje erin zetten. Maar die is best wel groot, dus ik weet niet zo goed hoe ik dat moet gaan fixen. Voor de rest vermaak ik me hier wel. Ik was eigenlijk op zoek naar een leuk suikerpotje, dus misschien is dit wel leuk. Ik wil dus heel graag deze kast en dan voor mijn ontbijtspullen. Mijn Usher hart. Wat ziet er fantastisch uit. Ik heb een mini Casa shoplog, want ik heb natuurlijk niet niks gehaald daar. Ik wilde dus eigenlijk deze kast hebben voor zodat die in het hoekje van waar mijn wasbakje staat, daar. Dat ik daar mijn eten, mijn borden, mijn mokken en glazen en dat soort dingen daar kwijt kan. Alleen dat is natuurlijk best wel groot en ze hadden hem niet, dus ik heb hem besteld. Die kast is 150 euro. Ik had een budget van 400, dus dat is helemaal top. Niet voor de kast alleen, want ik wil ook nog een salontafel. Ik heb deze op het oog van IKEA. Vind ik gewoon heel mooi, heel clean. Ik heb ook een mooie kapstok daar gevonden. Een soort van houten bamboe kapstok. Voor 30 euro ongeveer. Dus ik heb ook nog geld voor, nou ja, kleine dingetjes die ik tussendoor moet halen. En als ik geld overhoud, is het natuurlijk ook handig voor eten en andere dingen. Maar ik erger me al de laatste tijd heel erg aan de rommel op de grond. En een vriendin van mij die hier woont heeft wel een eigen stofzuiger. Die staat ergens verstopt. Het is haar stofzuiger. Dus ik dacht, met mijn Pathé skills heb ik gewoon een scoopje voor mezelf. En hij is vet cute. Dan hoef ik ook geen stroom te gebruiken om te stofzuigen. Dus dat vind ik echt super leuk. Deze was 10 euro en deze was 18 euro. Of... Ik ben uiteindelijk 45 euro kwijt van Casa. Met mijn papieren voor Pathé. Want ik mag weer blijven werken. Dat is fijn, want ja. Geld heb ik mezelf even iets lekkers cadeau gedaan. Hazelnootsiroop voor in de koffie. En ik heb een aantal glazen. Ik merk nu al dat ik eigenlijk heb heel veel mokken. Dat heb ik wel een paar glazen gehaald. Alleen, ik weet niet. Je hebt zeg maar van die... Ik heb van die kleine glaasjes die ik voor koffie heel fijn vind. Of voor jus. Ik heb mokken en ik heb grotere glazen. Die vind ik dan fijn voor thee. Maar ik heb eigenlijk had ik nog niet echt iets wat ik fijn vond voor gewoon cola of iced tea. En als ik vrienden over heb, is het wel fijn om gewoon dat te hebben. Dus ik heb hier 4 van gehaald. En ik zag deze, die vond ik gewoon erg mooi. Maar nee, het is hetzelfde. Die vind ik is ook prima natuurlijk, maar... En deze vind ik dan tof voor, ook voor koffie. Voor je cappuccino erin, vind ik wel tof. Dat was het. Dus ik heb mijn bonnen. En het is nu 10:50. Wat betekent dat ik nog 1,5 uur heb ongeveer om mijn huisje op te ruimen. Dus ik ga nu in de benen. Ik doe even een ander boek aan, want het knellen, mijn benen knellen echt af in deze boek. Hij is wel leuk, maar... Is it worth it? De knellingen? Nee. Nee! Wel schattig toch? Ik heb deze fotootjes dus gekregen van Timelab, als in Time App. Daar kan je dus 4 euro per maand uitgeven en elke maand kan je dan 10
foto's selecteren, uploaden. En die worden dan naartoe gestuurd. Het is dus een abonnement en daar betaal je 4 euro per maand voor. Je kan hem ook upgraden en dan zeggen van nou, ik wil deze maand 10 fotootjes extra. Of je kan hem ook pauzeren. Dat betekent dat die niet doorloopt voor die maand. Dus dat is heel handig. En ja, het is heel cute. Dus ik heb nu al, dit heb ik al een tijdje geleden gedaan, een paar fotootjes op mijn muurtje. Nu zitten er dus wat gaten tussen. Maar ja, oh wel, komt wel weer. Maar ik heb die dus gekregen en ik vind het echt heel cute. Misschien ga ik zelf ook gewoon nog een maandje door van mijn eigen geld. Nu ik net uit huis ben, is het dus heel erg leuk om ja, dingen wat op te vullen met fotootjes. Dus that's cute. Nu heb ik al een paar kleine dingetjes opgeruimd. We zijn nog lang niet klaar. Ik heb ook nog hier een hele tas met kleding. Mijn kast is alweer vol. En ik heb spelletjes. En ik wil nog wel een soort van semi-housewarming doen met gewoon een paar verschillende vriendengroepen, laat maar zeggen. Dus ik heb helemaal bedacht van Levensweg. Vind ik altijd zo'n leuk spel. Elke keer als je op een levenswegje staat, moet je een drankje doen. Of moet je een slok nemen. Elke keer als je een kind krijgt, moet je een slok nemen. Dus ik heb daar echt zin in. Dus ik moet binnenkort even een datumprikker uitsturen naar het vriendengroepje met wie ik dat wil doen. So much to do, so little time. Oké, jongens, ik ben nu bij. Nog steeds bezig met de vlog. Het is nu 5:30. En ik heb nu 15 minuten en 20 seconden. Dus ik denk dat ik misschien wel een half minuut kan sjoemelen. Maar dan moeten ze wel echt nog 5 minuten vanaf. It's exciting stuff. Nee, het is niet echt exciting, maar ik, ja. Kill your darlings. 60 minuten zoveel mogelijk woorden raden. Kip. Soepkip. Soepkip. Ja, dit wordt je dan. Hallo. Aaron, ik ga jou bekijken. Hoe heet dit? De box of zo? Beat the boat. In de doos vinden jullie 15 kikkers en 10 kaartjes met daarop hint. Als alle kikkers gesproken hebben, is er slechts één antwoord mogelijk. Is dit juist, hebben jullie het spel? Dit is mijn huisgenoot. Hoi hoi. Hoi hoi. Nou, ik ga nu werken. Het is iets, het is 8:30 ongeveer, iets later. Om 9:00 starten, dus ik moet wel zo echt weggaan. En dan ga ik vanavond met Emma ergens het eten. En naar de film. Naar de sneak. De sneak van vandaag. Dus dat is leuk. We moeten eerst van 9:00 tot 5:00 werken. Hello, hello, hello. We hebben net impulsief, of tenminste ik, een zonnebankje gepakt. Dus ben weer bruin. En nu gaan we naar de film. 20 minuten Ibiza. We gaan nu naar Partij. Wat voor film denk je dat het is? Ik heb geen idee, want ik heb helemaal geen idee wat er allemaal uitkomt binnenkort. Ik heb het gevoel dat het een comedy kan zijn, die mij leuk lijkt. Maar ja, ik weet niet zeker, dus ik ben heel benieuwd. Dat ga ik niet zeggen. Oh, oké. Okay. Hey. 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 Golden Hour. Ha. Hier, letterlijk. Wow. Verblind. Als we nu een foto konden maken. Dat kunnen wij toch? Kan dat? Ja. We gaan naar de film. We zijn naar Greece geweest, toch? Eerst ja, en daarna naar die marathon van The Incredibles. Oh ja! Maar toen had ik mijn bril nog. En daarboven op die 3D-bril. Fabulous. Looking great. Dit was geen Nika. Hallo. Hallo. Het was dus Good Boys en hij was super grappig. Het was de film die ik had gehoopt. Fucking leuk, ik heb echt heel hard gelachen. We hebben heel hard gelachen, echt heel erg. Wel echt harder dan gemiddeld. En langer. En langer, inderdaad. Ja, maar ik had ook het idee dat de gemiddelde leeftijd wat hoger was dan wij. Zeker. En het was een redelijk jonge film. Lekker grof. Ja. Fucking leuk. We gaan slapen. Yo. That's my house. Bye. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. 2 deuren naar beneden. Dit is toch zo grappig. Tot morgen, hè? Slaap lekker. Joejoe. You make me feel so young. Like a couple of pups. Even kijken of ik 4 beelden heb. Dat is het belangrijkste. Ja,
I have a TV. Ja. Ja. Oh, dat is... Oh, wacht. Ik dacht echt dat... Oh. Ja! Wacht. Oh. Gaat hij toch... Yay! Gezellig. Gezellig. Heb je toch een mooi beeldje zo? Ja, zeker. Och, mijn god, what am I stupid? Ontvangsten, maar dit is een uitgave. Och, I hate myself. Dus ik dacht, ik scheur hem er gewoon uit. Toen dacht ik, oh kut, het gaat op getal. Dus nu begin ik bij 2. Godver. That sucks. I'm so stupid. Oké, anyways, ik dacht dus, ik koop een kasboek. Want ik moet veel uitgaven doen en dat doe ik natuurlijk altijd al. Maar nu dacht ik, ik had het al, ooit was ik het al begonnen. Maar ik had het niet goed aangehouden. Laat ik het nu nog een keer doen. En dan met een nieuwe, een grote, leg ik die altijd op mijn bureau. Kijk ik er altijd naar. Structuur. But of course I fuck up the first page. That's fun. Adulting. Dus great, great life, great start. Ja, het is ook al 11 uur, maar... Een soort van behoefte om iets te doen. Toen kwam Emma even. Toen was het alweer een half uur later. Toen kwam Lorenzo even. Dat is ook weer een half uur later. Morgen ga ik naar de kapper. That's exciting stuff. Ik ga gewoon niet zeggen wat ik in mijn hoofd heb. Ik ga op Cooper passen. Dan moet ik werken tot 12:30, 1:00. Dan ben ik vrijdag thuis. En dan ga ik in de avond naar Ariana Grande. Wait. Waar ik niet mag filmen, want Ariana Grande, of course, is nu super strikt op alles wat in haar concerten gebeurt. Zeker begrijpelijk, maar ja. Hallo. Goedemorgen. Ik heb vandaag een soort van wel een drukke planning. Och. Ook weer niet. Het is nu 8:30 en ik ga naar Amsterdam om daar mijn haar te laten knippen. Oh my god. Heb ik Christel verteld, maar dat ga ik nu doen. En vanuit Amsterdam moet ik naar Cooper, omdat mama weg is. Dus ik moet even op Cooper passen. Even kijken of ik ga editen of ga chillen, want ik moet vanavond om 6:00 tot 1:00 s'nachts werken. Dus dat wordt lekker. En ik las dat het redelijk lekker warm wordt en ik heb zin in mijn leuke jurkje. Dit is dus drop-in. Het is nu net geopend in Amsterdam. €20 en je bent binnen 15 minuten klaar. Nou. Ik ben bij de kapper. Ik kwam net bij de markt iets tegen. Ik heb nog geen onderlegje voor mijn drinken. Maar ze hebben iets leuks gehaald. Ik ga het even laten zien. It's very cute. I love it. Fijn. Ik heb mijn haar gedaan. Ja. Nou, dan kan het. Dan kan het. Nou jongens, ga lekker naar de kapper. Dit altijd toch wel weer leuk en spannend en zo van hoe het eruit komt. Niet dat er iets heel heftigs gaat gebeuren, maar het is wel leuk. Hi! Koopsie! Hallo! Hallo! Hi! Nee, dat was het. Hi. Zoals je kunt zien heb ik net even mijn pannetjes gemaakt. Ik heb nog eentje.
Eerlijk gezegd, ik weet niet waar. Ik heb net even getekend. Dus een beetje een soort van mijn zondag, maar dan op een vrijdag. Ik ga vanavond naar Ariana Grande. Don't ask me why. Het is soort van ontstaan een tijdje geleden. Dus ik ga daarheen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar dat is pas om 19:30 of zo. Dus dan moet ik rond etenstijd weg. Het is nu een uurtje of 12:01. Ik weet niet precies meer. Ik heb net even getekend. Ik ga zo even... Ik was begonnen aan Euphoria. Zo'n HBO-serie met Zendaya. Ik heb een half uurtje van gekeken. Dus ga ik even afkijken met een kopje thee, denk ik. Ik denk dat ik eerst eventjes nog die aflevering ga afkijken. Daarna ga douchen. En dan in mijn resterende tijd... Ik moet ook nog afwassen. En ik moet ook nog eten. En dan moet ik eigenlijk om 6:00 weg. Het komende 3 dagen even geen werk. Werk is leuk, werk is belangrijk, maar ik heb nog niet echt een moment gehad hier in mijn nieuwe plekje dat ik niet naar werk moest gaan. Of het was of dag niet werken en dan wat anders dan weer werken. Maar elke keer wel gewoon of de avond werken of de volgende dag weer, weet je wel. Dus nu hoef ik 3 dagen niet te werken, dus dat is ook wel even fijn. Een paar dagen terug was ik in Casa op 1 plein en had ik een hele toffe wand... kast gevonden. Ze zeiden dat die dus niet in stok was en toen had ik die besteld en toen moest ik daarvoor wachten en dan zou het volgende week donderdag binnen zijn. Alleen nu blijkt dat eigenlijk gewoon die hele kast al in stok was. Dat die niet per se geleverd hoefde te worden en dat die er dus al is. Dus dat ik hem ook eerder kan ophalen. Dus nu zou ik morgen sowieso met mama wat gaan eten. Een filmpje kijken. Maar mama is er dus en ik heb zelf geen auto en met de fiets is echt te zwaar. Dus mama wil me wel helpen met ook die kast ophalen. Dus dat is heel leuk. Dan heb ik die ook. Ja, dus that's exciting. Chillen. Nee, dat is waar. Oh my god, so many people. Smakelijk. Eet smakelijk. Mijn eerste maaltijd bij jou. Is het lekker? Ja. Gelukkig. Nou, we gaan mama eens langs. Dus we gaan even Friends kijken. Ta-da! Ik moet nog even kijken hoe ik het wil indelen allemaal. Maar... Nou, hier komt dan meer eten als het goed is. En dit zijn allemaal verzorgingsproducten. Ja. We gaan vandaag lekker Blade kijken. Blade Trinity! In the movie, Dracula wears a cape. Ryan Reynolds! Oh, jeetje, goedemorgen. Ik was gisteren met mama. En ik heb niet zo heel veel gefilmd. Maar het was gewoon gezellig. Met mama een beetje gechilled. Mama gaat morgen op vakantie naar Japan. Dat is fucking leuk. En Ro is ook op vakantie. Papa is er wel nog. Maar betekent wel dat ik soort van echt alleen ben. Als in... Ze zijn ook niet in de buurt. Ze zijn ver weg. Ik ga even editen. Heel even, want ik moet zo ook klaarmaken. En dan ga ik naar Amsterdam. Met Carré en Thomas chillen. Dus dat is leuk. Waarschijnlijk in het park, maar de planning is nog redelijk vaag. Dus we zien wel wat het wordt. En dan, het is in ieder geval lekker weer. Dus we wilden eigenlijk horrorfilms kijken, maar het is heel lekker weer. Het is zo 90s. Ik ben ineens in Amsterdam en ik ga naar het huis van Thomas, maar ik heb geen idee waar dit is. Het is echt een doolhof. Zo door de war! Mijn vrije dag, kut. Welkom. Hallo.
Ik was echt... Ik doe echt een trui aan, wat is dit? Waarom de fuck doe je een trui aan? Woon je hier met mensen samen? Ik ben zo door de war. Eén iemand. Cute. Thomas be like. Ik zeg, ik ben er over 3 kwartier. Oh, ik ga eerst nog even kajakken. Ik ga samen kajakken. Ja, jij gaat vallen, ik ga kajakken. Ach, maar je kan er gewoon inzitten. Inzitten? Huh? Oh, kut. Je moet roeien. Wat? Dan schrijf je toch niet? We zijn 2 eenpersoons kajaks, hè? Ik ga niet jou op zitten. Nee, dat snap ik. Maar ik heb een kano in mijn hoofd. En Oh, je kan er wel op zitten, toch? Ik kan cavia. Niet... Cavia. Ik kan niet staan, hoor, op zo'n ding. Nou, spannend. Ik heb ze net gevoerd, wat cute. Ze kwamen ook echt op je, gewoon echt. I love eenden op mijn bord. 'S Avonds, dus avondeten. Het is niet leuk. Ik ga echt vaker gewoon eenden voeren. Dat is het hoogtepunt van mijn dag. Yo! Nou, welke film zal het worden? Wat de fuck? Leuk man, dank je, jij bent leuk. Waarom ben je nou zo lang aan het filmen? Voor mijn Photoshop schilderij. Nee, nee, niet die engel. Die doet dat ook. Nou, die wil van rechts alleen maar gefotografeerd worden, zijn hele leven. Dus dat is. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Lul. Natuurlijk wel, doe maar. Tot haar kunnen komen dit weekend. Niemand kan zo'n onderkin maken. Dat kan. Je hebt echt een mooiste onderkin ooit. Echt. Mag ik aanraken? Mag ik één keer aanraken? Zo raar vraag. Oh ja, wacht even. Hier. Ik vind de muziek wel intens hoor. What a time to be alive. Waarom gaat ze gewoon de hele tijd ergens heen lopen? Ze is een avonturier. Oh nee. Ik vind het eigenlijk niet zo eng. Oh nee, daar gaat hij. Nou jongens, het was hem alweer. Ik hoop dat jullie deze 4e adulting leuk vonden. Doe dan zeker ook een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doeg!